أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط <سؤال> المستقيم <سؤال> صراط الذين نَعَمْتُ عليهم غير المغضوب <سؤال> عليهم ولا الضالين <سؤال> الله دبر محارته فولا. beste السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Het onderwerp waarover ik het vandaag zal hebben is een sterke verbondenheid met het systeem van onze gemeenschap. Hazrat Khalifatul Masihil Hamis, Riyad Allah stelt in zijn vrijdagpreek op 17 oktober 2014. Hij zei: Er is een zin in Jamaat en Hindië die elke man en vrouw, jong en oud, kent, en dat is ik zal religie voorrang geven boven zaken. Deze uitdrukking wordt in het algemeen gebruikt in de toespraken van de kalieven en ook in de toespraken van de meeste van onze sprekers. De samenwating van de voorwaarden van, van trouw is dat religie voorrang krijgt op de wereld. Dezelfde manier is de samenvatting van de verplichting van alle suborganisatie dat ik religie boven de wereld zal stellen. Op dezelfde manier herhalen wij deze woorden in de belofte van trouw, aangezien deze zin de belofte is van een amdi waar zijn trouw van afhangt. Het is een middel om verbonden te beleven met de gelacht en het systeem. Als dit niet het geval is, dan wordt de bewering van trouw ongeldig. De bewering gehecht te zijn aan het systeem, aangesloten te zijn bij de gelaffers, wordt ongeldig. En de verklaring van trouw en de woorden van het verkrijgen van het genoegen van Allah, de machtig beleven, slecht mondelingen worden. Daarom heeft de belofte M.S.A. op een plaats gezegd: Als een persoon trouw werd, beleidt hij dat hij religie voorrang zal geven boven wereldzaken. Maar als hij met zijn daden zijn waarheid is getrouwheid aan zijn belofte niet toont, wat zou God dan om hem geven? Zurinwar, a.d.A.llahu ta'ala, zei, Ieder van ons moet dit dus altijd in gedachten houden, zoals uit deze zin duidelijk blijkt. Mag niets, mag niets, werelds religie in de weg staan. En wat is religie? Religie is het leven, leiden in gehoorzaamheid aan de geboden van de Almachtige God. Het is om de Almachtige God te behangen met elk woord en elke daad. Door de genade van de Almachtig God proberen een groot aantal van onze weg te nemen wat de religie in de weg staat. Hij zei: We moeten altijd onthouden dat het niet genoeg is om weer hevige en nobele doelen te hebben, tenzij de opofferingen en trouw ermee in overeenstemming zijn. We zullen het genoegen van Allah de ontvangen, als de wereld onze religie niet zal domineren, maar de religie de wereld zal domineren. Voorwaar, Allah heeft niet verboden dat de wereld verdiend wordt. Niets in de wereld dat God niet heeft verboden, is toegestaan. Er is niets mis met het dragen van goede kleding, het eten van lekker eten. In goed huis wonen en ze te verzieren. Dit, dit is allemaal toegestaan, maar het is niet toegestaan dat deze dingen de waaruitgang van de islam stoppen. Daarom zegt de Islam dat je nooit religieus werk moet verwaarlozen. Pas dan kun je het recht vervullen om religie boven de wereld te stellen. Op dezelfde manier weerhoudt religie ons er niet van om lekker te eten. Maar het is niet toegestaan dat, dit, dat, dit, dat de religie in de weg te staan. We moeten dus bij ons werk altijd in gedachten houden dat de zaken die op het gebeden van religie en belemmeringen vormen, weggenomen, weggenomen moeten worden. In dit verband zegt de belofte Messias Kijk, er zijn twee soorten mensen. Eén daarvan is diegene die zich bekeren tot de islam en zich bezighoudt met wereldhandel. De duivel reed neemt hun geest over. Zij zijn volledig ondergedompeld in de wereld. Hij zei, ik bedoel niet dat de handel verboden is. Nee, de metgezellen deden ook zaken, maar ze plaatsen religie boven de wereld. Anderen zijn diegenen die zich bezighouden met de ontwinkeling van religie. Dit is de groep, de Hezbollah, de groep van Allah, wordt genoemd en die Satan en zijn leger overwint. De vijfde gelief we al-Aziz ala al zei: moeten de rechten van de Almachtig God de rechten van de mensheid weervoelen en sterven naar de verspreiding en vestiging van de religie van de Islam. Dan is het toegestaan dat wij zoveel mogelijk profiteren van wereldse zegeningen als we willen. Ons is de verantwoordelijkheid toevertrouwd om de prachtige boodschap van de Islam aan de wereld over te brengen. We moeten deze weerwollen. We zijn verantwoordelijk voor het publiceren van de Heilige Koran in verschillende talen, dus moeten we dit recht weerwollen. We moeten overal moskeeën bouwen, zodat we waar aanbieders kunnen worden. Dus we moeten in elke land van de wereld plannen maken om deze na te komen. We moeten de waarden van de mensheid op de hoogste normen stellen. Als we dit allemaal doen terwij terwijl we de wereld verdienen, dan is het verdienen van de wereld ook onze religie. Als dit niet het geval is, dan zijn onze legitieme daden ook on onwettig. In de ogen van Allah, de Machtig. Dan in een andere preek zegt Hazr Khalifaat al-Masil Hamiz, aziz Dan is het ook een zegen van Allah, de Machtig, op de Jamaat dat wij met de zegeningen van de Jamaat, met de zegeningen van een systeem, een systeem hebben van een gemeenschap en zijn suborganisaties, er zijn trainingklassen, bijeenkomsten waar de opleiding van kinderen wordt geregeld. Maar zelf hier zijn de, de, enige, de enige mensen die er baat bij hebben, diegenen die hun kinderen naar vergadering sturen en die volledig meewerken met het, het systeem. En die hun kinderen volledig verbonden houden. Met het systeem, met de moskee en met de missie. Sommige moeders sturen hun kinderen niet naar bijeenkomsten omdat ze daar naartoe gaan en slechte dingen en beledingen leren van andere kinderen. Het is niet bekend of ze beledingen of slechte woorden leren, maar het is door ervaring dat wij zien dat zulke kinderen later, wanneer ze Opgerooien ook ver weg van de lichaam. En dan hebben de ouders ook niet meer aan deze kinderen. Daarom is het om hun ooit te werken om omgeving te reden, nodig om de kinderen geboden te houden aan de omgeving van het systeem. Houden deze hadith voor, voor ogen. Dit is de hadith uit Bukhari.